bij een nieuwe video. Ik ga vandaag de nieuwste Beauty at Vogue box samen met jullie uitpakken. Deze box heeft als thema fluorescence. Hij kost 73,50 en heeft een waarde van 335 euro. Op het moment dat ik film zijn er nog boxen beschikbaar te koop op de website. Maar ik ga deze video wat later online gooien. Want ik ben aan het vooruit filmen. Dus ik gok dat die niet meer te koop is. Maar je kan dus op de website je mailadres achterlaten voor de volgende variant. Ze doen 3 of 4 keer per jaar een box uitbrengen. En dan krijg je weer een mailtje. Hier zie ik een foldertje van Starskin. Tijdens het inpakken is er een palet Starskin naar beneden gevallen, waardoor de verpakkingen beschadigd zijn. Oh, dat is netjes dat we dat erbij vermelden. Die gaan we zo erbij pakken. En er zit een flyer in of een papiertje met wat informatie en alle producten met de prijzen. Starskin, dit is de Origlamic Celery Juice Cleansing Balm. En dit merk wil ik al jaren uitproberen. Ik heb wel eens een keer een maskertje geprobeerd volgens mij. Maar nooit verder een bestelling geplaatst. Geen idee ook waarom. Ik denk door mijn voorraad huidverzorging eerlijk gezegd. Maar nu kan ik een cleansing balm proberen. En dat is ook gelijk een favoriet product van mij om mijn gezicht te reinigen. Dus komt mooi uit. Ik zie wel zeg maar dat de verpakking een beetje een deukje heeft. Er zit geen doosje omheen dus omdat de palet is gevallen. Maar voor de rest ziet de tube er nog hartstikke netjes uit. De balm heeft een waarde van 31 euro. En ik ga hem proberen. Ik ben hier wel benieuwd naar. Mochten jullie dus ergens ook nog een review van terug willen zien op pinkit.nl, op YouTube, op Instagram. Jullie weten inmiddels waar ik allemaal zit, denk ik. Laat het dan hieronder ook even weten. Hou ik er rekening mee. Maar dit product gaat straks gelijk de badkamer in. Omdat de doos zo goed gevuld en groot is, is het echt net een grabbelmoment. Ik pak nu zeg maar de Scrub & Rub Bliss Shower Foam. Oh, dat komt ons dus heel goed uit. Ik ken het merk van social media, volgens mij van Instagram. Maar ik kan me niet herinneren dat ik in die 8-9 jaar dat ik blog hier ooit iets van heb geprobeerd. Dus dat vind ik heel erg leuk. Met de geur van neroli is het. Zo ziet de flacon eruit. Ik laat hem even wat beter zien. Ik ga hem nou niet proberen, anders krijg ik een zooitje hier. Maar dit product heeft een waarde van 9 euro. Van Dr. Papa. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, jongens. Ik schrijf dat altijd, dit merk al jaren, maar hoe je het uitspreekt. Dit kun je gebruiken voor je lippen, voor je wangen en zo. En dit kleurtje is het ook, zeg maar, de substantie. En dan kun je hem ook heel mooi gebruiken als cream blush. En dit heeft een waarde van 8,20 euro. Maskertje van Freeman, een avocado en oatmeal claymore. Geleden dat ik van dit merk een maskertje heb geprobeerd. Maar ik ga het van de week gewoon weer lekker gebruiken. Dit heeft een waarde van 1,99 euro. Een bekend product van Knijp, want deze heb ik al in gebruik. Namelijk de Knijp Goodnight lichaamsolie. Ik laat het flesje wel even zien, maar ik ga deze bewaren voor winactie, voor donatie of om weg te geven aan vrienden en familie. Kan ik altijd eigenlijk doen met producten die ik al heb. Maar zo ziet de flacon eruit. Trouwens, nieuwsgierig zijn naar deze lijn. Ik heb hier een review over geschreven op pinkit.nl. En mocht ik het onthouden, zet ik ook de linkje even hieronder in de omschrijving neer. Kun je het op je gemak teruglezen, maar dit is een hele mooie nieuwe lijn met diverse producten. Dan zie ik een hele grote tube van Inecto. Dit merk ken ik ook al jaren. Ik denk iedereen ook wel. Argan Body Lotion. Een hele grote tube. Ik ga die bewaren. Dus ook voor in de winactie, donatie of wat dan ook. Want ik heb zoveel lichaamsverzorging. Dat ik iemand anders blij wil maken met deze tube. Maar deze body lotion heeft een waarde van 3,99 euro. Een body mist van So Fragrance. En dit is Love Potion. Dat is een body mist dus. Een perfume mist. Die gaan we gelijk even proberen. Die ruikt lekker. Ja, ruikt heel erg lekker. Niet heel erg meisjesachtig of kinderlijk zoet. Wat ook heel vaak is met die body mist. Dat een beetje het allemaal hetzelfde geur hebben. Maar dit is echt perfect voor het voorjaar. Ik kan echt niet. Het ruikt een beetje fruitig of zo. Wat zit erin? Nou, er staat in ieder geval niet op wat voor geur het precies is. Of welke geurnoten. Maar ik weet wel, het staat op het foldertje, op de flyer, dat er verschillende geuren in de boxen zijn verdeeld. Dit is dus Love Potion. En deze kost 5,99. Er zit er ook iets in van Otazoo. Er zit volgens mij altijd iets van sieraden in wat ik dan voorbij zie komen. Ik weet niet of dat alleen dit merk is. Maar ik ben er dit keer wel heel erg blij mee. Want wie houdt er nou niet van mooie sieraden? Het ziet er dus zo uit. En hierin zitten hele mooie oorbelletjes. Ze zijn echt heel klein en daar hou ik van.
En met eentje zit een pareltje. Ik hoop echt dat... En eentje zit een soort, ja... Een hangetje en een rondje. En er staat volgens mij gewoon het merk van Otazoo op. Maar die vind ik echt heel erg leuk. Deze ga ik van de week ook gelijk een keertje indoen. Ik heb van de week een belangrijke afspraak, dus dan ga ik die gewoon dragen. Dit zijn de oorbellen Twisted Swarovski Pearl. En ze hebben een waarde van €49. Zou ik er zelf nooit voor uitgeven, eerlijk is eerlijk. Maar des te leuker dat die in de box zit. Dan zie ik een shampoo en een conditioner van het merk Love Beauty and Planet. Van dit merk heb ik al meerdere shampoos en conditioners gebruikt uit de roze lijn en uit de gele lijn. Mijn hoofd. En die ruiken echt super lekker, werken ook goed, dus dat verwacht ik hier ook van. Dit is de geur Oceans Edition Marine, zoiets. Ik ga het gewoon proberen. Oeh, die ruikt lekker fris. Beetje naar de zee of zo, ja. Past ook wel bij het thema, maar ruikt lekker. De conditioner altijd eigenlijk goed van past, dat zie je ook wel als je mijn empties maandelijks een beetje kijkt. Het vliegt er wel ons doorheen. Dus deze flacons met dit formaat ben ik echt heel blij mee. Ze kosten €8,99 per stuk. En ze gaan straks gelijk onze badkamer in. Een merk waar ik een beetje nostalgische gevoelens van heb, dat is Greenland. Waarom? Ik ben 9 jaar geleden begonnen met bloggen. En Greenland is één van de eerste merken samen met Knijp. Waarvan ik ooit een PR-pakketje als eerste heb ontvangen. Ik heb het al jaren verder niet meer gehoord, dit merk. Of niet meer tegengekomen of gebruikt, als ik heel eerlijk ben. Dat heb je soms wat merken komen en gaan. Dus extra leuk ook weer om het in deze box te zien. En dit is een handcreme. Deze handcreme heeft de geur van papaya en lemon. En heeft de waarde van €9,95. Ik heb momenteel best wel veel handcremes liggen, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik denk dat ik hier iemand anders blij mee ga maken. Maar ik vind het wel heel leuk om Greenland weer zo tegen te komen. Dan zie ik een flacon van Colette, want die herken ik. Ja, dat klopt. Dit is een droog shampoo in de geur Fresh. Maar dit product heeft de waarde van €4,99. Zit er een Pure Self-Tanning Face Mist in. En ik ben vooral in het voorjaar best wel gek op zelfbruiners. Ik doe het wel, zeg maar, ik gebruik het regelmatig, maar wel dat het niet opvallend is. En Bondi Sands is een van de merken die ik eigenlijk ook al jaren gebruik. Vooral de One Hour Express vind ik gewoon heel handig, want dat is binnen een uur resultaat. En dit is een face mist, dus die ga ik dan in combinatie gebruiken. En dit product kost €21,60. Vind ik redelijk aan de prijzige kant, zeg maar, voor een self-tanning face mist. Tenminste, valt mee. Ligt aan hoe lang je ermee kan doen. Maar ik ga hem wel gebruiken en misschien zelfs ook reviewen voor Pinkit.nl. Dan spot ik een heel duur huidverzorgingsmerk. En dat is van Avant. Dit merk ken ik door Look Fantastic. De Look Fantastic boxen zitten meestal in die minis in de adventkalenders. En dit is een tube van 50 ml. En dit is de 8 Hour Radiant Renewal Sleeping Mask. En volgens mij heb ik hier een paar minis dus van gehad. Volgens mij van dit product ook. En die vond ik heel prettig om te gebruiken. Dus een tube van 50 ml komt ook. Die wordt lekker gebruikt hier de komende tijd. Ik twijfel alleen een beetje over de prijs die hier op de flyer staat. Want er staat dat deze tube van 50 ml €52 kost. Maar volgens mij is dit duurder. Dus ik ga het heel even opzoeken. Ik heb het even opgezocht, want ik dacht dat ik het al op Facebook had voorbij zien komen. Maar dit product heeft geen waarde van €52, maar €99. Staat op de Facebookpagina van Beauty Evoke. Ik had het al voorbij zien komen. Ik dacht, volgens mij klopt er iets niet met de prijs. Is echt een pittig prijsje voor huidverzorging. Dus ik ben hier heel erg blij mee. En dan ga ik hem ook weer de komende tijd gebruiken. En volgens mij heb ik over dit product ook nog nooit een review geschreven. Dus misschien dat het dat ook wel tijd wordt. Zie ik een product van Olay die ik al heb. Dus deze gaat ook in de tas voor de winacties, donaties. Jullie kennen het riedeltje inmiddels. Dit is de Retinol 24 Max. Of is dit nieuw? Max. Een nachtserum met retinol. Volgens mij, ik twijfel nu of het dezelfde is als het gewone retinol. Want de verpakking is wel hetzelfde. Maar Max plus 40%. Ik ga het even uitzoeken voordat ik hem weg doe. Want ik vind Olay zelf ook wel een goed merk. En anders geef ik hem nog aan iemand anders of in de tas voor donaties. Want ik heb genoeg huidverzorging. Maar wel leuk dat hij erin zit. En natuurlijk de prijs, ik vergeet het steeds. Maar dit nachtserum heeft een waarde van €37,99. Dan moet ik wel zeggen, Olay is heel vaak in de aanbieding bij Kruidvat en zo. Ik zal niet zo snel het volledige bedrag ervoor betalen. Maar ik koop meestal Olay in de aanbieding. Shoptipje.
box is bijna leeg. Ik pak even twee producten van hetzelfde merk eruit. Dat is van Look X. Namelijk de mascara Ultra Lash. Deze heb ik al in gebruik ook. Heel fijn. Gratis ook in diezelfde tas waar ik het net over had. Gewoon een mooie zilveren huls. Deze mascara zorgt voor meer volume en zo. Ik heb deze van Look X zelf ontvangen. En hij zat in de adventskalender van of Look X of Cosmania. Dus ik heb hem al twee keer. Beetje onnodig om nog een voorraadje te hebben. Dus deze ga ik iemand anders blij mee maken. En deze mascara heeft een waarde van 23 euro. Het tweede product van Look X is een exclusief eyeliner in de kleur 07. Heb ik ook. Ik weet niet precies of het dezelfde kleur is. Maar ik heb een eyeliner van Look X. Vind dat dus ook een beetje dubbel om zelf te houden. Ga ik ook iemand anders blij mee maken. En dit is in de kleur Black Matte. En heeft een waarde van 18 euro. En het laatste product. En dat is van Fix & Rouge. De Wonderlove Sea Pearl Halo Dew Drops. Op een gegeven moment is dit zeg maar een product die je kan mengen met je dagcreme, met je foundation. Die zorgt voor meer glow, een soort highlight. Die je zo kan aanbrengen. Of juist als, onder, als primer. Ja, ik ga nog niet zwartje de producten, want sommige producten wil ik dus fotograferen voor reviews. Of ga ik aan anderen geven en dan vind ik het niet netjes om het te zwartje en dan weg te geven of om te doneren. Dus vandaar dat ik het niet doe. Maar hier ben ik wel heel erg benieuwd naar, dus laat het even weten als jullie een review van over willen. Want ik ben ook nog niet echt bekend met dit merk, dus ik vind het wel leuk om mezelf uit te doen. Alweer een behoorlijke waarde, namelijk 29,95. En er zit een inhoud in van 30 ml. En ik zie erop staan vegan. En toen was de box helemaal leeg. Ik ga de box sowieso bewaren. Want ik gebruik zulke dozen. En die doe ik dan in mijn voorraadkast zetten van de skincare. En dan doe ik gezichtsmaskertjes in. Sheetmaskers. Van alles en nog wat. Wat kleine producten zijn. En zo wat snel in de kast kan kwijtraken. Dat doe ik dan in zo'n doos. En ik vind deze echt heel erg mooi. Dus die bewaar ik. Ik ben in ieder geval heel erg blij met mijn eerste kennismaking met Beauty at Vogue. Echt, die naam. Hoe krijg je dat netjes zo uitgesproken? Ik weet ook niet of ik het goed zeg. Als ik het niet goed uitspreek, corrigeer me ook even. Want dan weet ik dat voor de volgende keer. Want ik blijf aangemeld voor de e-mailtjes voor de volgende editie. Ik vind dat wel leuk. Nou, ik vind de inhoud ook heel erg leuk, bruikbaar. En wat ik niet gebruik of wat ik al heb, ga ik dus andere mensen mee blij maken. Dus er wordt niks verspild. En ja, ik vind het alleen maar fijn om dat te kunnen delen. Ook met volgers of met familie. Of naar het goede doel voor de donatieinhoud vinden. En of jullie deze box zelf hebben gekocht, deze editie. Of andere keren. Laat dat hieronder even weten in een reactie. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Doeg allemaal!